Prinses Mathilde of toch de actrice die Prinses Mathilde beter speelt dan het origineel. Dames en heren, Nathalie Meskes. Dag Nathalie. Hey. Nathalie, je bent hier om ons tips te geven om ons leven spannender, aangenamer of op zijn minst interessanter te maken. Ja. Wat kan je ons aanraden? Wel, ik ga beginnen hiermee. Zo. Ja. Ik zie jou direct denken dat is een nieuw seksspeeltje. Dat is een, ja, een, dat mag, hè, maar wat doe je ermee? Je kunt dat aansteken. En ik raad het niet aan om er iets seksueels mee te doen, want ik denk dat je lelijk kunt verbranden. Het is eigenlijk gewoon een lamp. Een lamp. Een lamp die ik gevonden heb in Chiang Mai, een stad in het noorden van Thailand. Voilà. Dus je raadt ons aan om dus een mannetje met een lamp, een lichtgevende... Dan vervolgens dacht ik om dit instrument, ik weet niet of jullie dat kennen. Maar ik moet zeggen, mij heeft het al heel veel deugd gedaan. Want het is eigenlijk best een heel agressief, het ziet er heel speels uit. Een elektrische vliegenmepper. Ja, absoluut. Maar dat meppen, dat hoef je niet per se te doen, want dat is natuurlijk de kracht van de elektrische shock. Ja. Als het beest er tegen vliegt... Dan druk je op de paarse knop en je fry Maar dus de aanrader... Ja. Nee, ja, maar ik vind dat verschrikkelijk. Je zit dan ergens te eten en dan komen er van die vrienden aangevlogen. En dat verpest gewoon alles, want iedereen springt terecht. Die gezelligheid is verdwenen. Ja. Moet je het voelen? Ja, nee, wat gebeurt er als ik het voel? Dan krijg je een schokje. Heb jij het al geprobeerd? Constant. Dat zal. Maar dan... In de zomer rent hij daarmee door het huis op jacht naar vliegen en insecten. Maar vooral wespen, hè. Dat zijn echt de meest verschrikkelijke. En dan echt het plezier van die te horen knisperen, knetterend te horen. Dat geeft wel iets. Macht, een gevoel van macht, een gevoel van... Je bent er zo in, dat had ik nog nooit gedacht. Ja, het is sterker dan mezelf. Ja, dat is goed. Kijk. Pas op, en dat begint met een vliegenvanger, weet nooit waar dat allemaal naartoe komt. Oké, Nathalie, wat heb je nog? Ik heb tegenwoordig het gevoel dat ik mensen moet helpen. Ik doe dat op iets groter schaal. Ik ben ambassadrice van een NGO Konina. Ik stort als er rampen gebeuren. Ja. Maar ik zoek dat ook op in het dagelijkse, in de straat. Mensen die de weg kwijt zijn. Dat bedoel ik niet de weg kwijt in het leven, maar de weg kwijt in de stad. En dat begint bij een toerist, maar dat eindigt bij een muzikant die zijn... concertzaal niet vindt en dan... Maar wacht, hoe moet ik het mij voorstellen? Jij denkt van, het is er goed weer voor. Ik ga naar buiten, ik zoek mensen die de weg kwijt zijn om die dan te helpen. Nee, of loop je met een bord rond? Zo'n ding zo. Ja. Nee, het is niet zo extreem. Het is wel extreem. Ze vragen mij niet om hulp en toch geef ik ze. Dus ik hoor bijvoorbeeld op de tram een Engelse groep toeristen vragen een ticketje tot aan het stadhuis. En ik weet dan... De chauffeur zegt niet dat is daar afstappen. Dus ik weet die mensen die gaan heel lang wachten totdat ze aan het stadhuis zien. Want dat is dan juist achter een hoop huizen. Dus, dus ik ga die mensen dan helpen. Ik zeg van voilà, je kunt mij volgen. Ik zal mee met jullie afstappen. En ik loop even mee tot waar jullie moeten zijn. Maar, echt heel gepersonaliseerd? Absoluut. Tof. En dat is gratis. Ja. Maar soms neem ik ze mee in de auto. Dus het gaat verder. Je neemt ze... Ja, en dan brengen ze het echt binnen een straal van hoeveel kilometer rond Antwerpen kunnen mensen broek doen op. Dat scheelt, die stad is niet zo groot. Dus je zegt, langer dan een kwartier hoeft dat niet te duren. Hè. Nee. Maar ik kwam bijvoorbeeld twee jonge meisjes tegen, Amsterdamse meisjes in Borgerhout. Die waren uit het station de verkeerde kant uitgegaan. En die heb ik dan in de middle of the shopping center zeg maar, afgezet. Ja. Nu, en dat die mensen daar blij mee zijn, natuurlijk. Maar jij wordt er zelf ook blij van. Ik word daar zelf heel blij van. Dat is dikwijls zo. Als je iemand helpt, dan je doet dat in de eerste plek misschien voor een goed gevoel. In de tweede plek, of misschien is het eerder andersom. Dat is sympathieker. Dus je doet dat om die mensen te helpen en dan krijg je daar een goed gevoel bij. Ja. En ik geloof dat dat goed is voor mijn karma. En het werkt karma. Ook. Mijn karma. Ja. Dat, karma is wat... Ja, hoe dat ik het interpreteer is, ik heb het zelf al gevoeld, als ik zelf reis, wat ik al wel eens doe, dan overkomt mij dat ook. Mensen die mij helpen, dat is fantastisch, dat is een heel fijn gevoel. Als je verdwaald bent in de stad, dat er iemand is die een beetje te vertrouwen is. In Tokio bijvoorbeeld, ze spreken dan geen fluit Engels en ik denk dat het eerder is omdat ze het niet kunnen uitleggen, dat ze echt helemaal u helpen en meelopen. Ja. Maar dat is fantastisch. En heb je daar ook vaste uren voor, dat mensen weten, op zaterdag tussen 10 en 12 kun je gerust verloren lopen? Ja, als je vindt de weg naar de loge niet vindt. Dat ik zou er aan denken. Je hebt ook een aanrader
voor als mensen zich willen ontstressen? Ja. Mijn ideale manier om te ontspannen is Thaise massage. Ik heb een massagesalon gevonden in Antwerpen, Baan Sabai. Sabai betekent rustig. Je komt daar helemaal sabai buiten. Mm-hmm. Ik heb, en is Thaise massage zo alles wat ik er mij van voorstel? Ik weet het niet wat jij je erbij voorstelt, want dikwijls kunnen mannen dat heel anders interpreteren. Ja, maar ik heb een paar beeldjes genomen van... Well, om eens te laten vallen los, maar tegelijkertijd krijg je er ook energie van, dus het is echt top. Ja, ook voor de masseur volgens mij. Ja, dat is hard werken. Dat is echt hard werken. Zeker als je een figuur krijgt dat niet echt een Weight Watcher is, zeg maar, en dan is dat echt heel hard werken voor die meisjes. Dat kan ik me voorstellen. Ja, met mijn slank figuur zijn het natuurlijk... Ja, dat is een cadeau, hè, voor iedere masseur. Je was ook een tv-programma aan. Ja, ja. Het is een programma van de BBC. Dat heeft heel de zomer eigenlijk was dat op de televisie te zien. Het is nu afgelopen, maar misschien met een net gemist of weet dat, zult je dat wel terugvinden. Het is een kookprogramma. Dat wordt tegenwoordig gemaakt. Dat worden er wel meer gemaakt, hè? Ja. Kookprogramma's. Het is programma Masterchef. Ja. BBC. En waarom is dat programma tussen de duizenden kookprogramma's die het naar het lijkt op tv zijn. Ja. Waarom steekt dat er bovenaan? Wel, het is één chef-kok en één recensent die eigenlijk de jury zijn. Zij doen alle rondes. Dat zijn zo'n fantastische figuren die zo gepassioneerd met dat eten. Ze beschrijven elke keer als ze een hap nemen, dus ze maken een gerecht, ze mogen maar één hap nemen en dan moeten ze overtuigd geraken of van hun stoel geblazen zijn of ze beginnen er niet eens aan. Ze zijn heel streng, maar na de finale toe leerden ze die kandidaten die dan in de finale zitten beter kennen en er ontstaat iets, dat is er ontstaat iets. Laten we er eens naar kijken. Dat hebben we nog niet veel gezien. Ik zie het Peter Goossens nog niet. Maar het kan gebeuren, hè? Ja, ik vind dat echt ongelooflijk. Ik kook zelf ook heel graag en ik studeer er nu ook voor. En, je studeert voor kok ook? Ja, ik had nu in de les moeten zitten, maar niet gelukt dus. Ik zou dat graag echt heel... En wat ging je vandaag leren? Ik weet het niet, het was een theorie les, dus ik ben eigenlijk... Dat kan je maar zien wel inhalen. Ik denk de bedoeling is van elke kok om mensen te ontroeren of te raken met hetgeen wat je gemaakt hebt. En lukt dat al bij jou? Merk je dat? Mensen schieten veel in de lach. Ja, maar ze beginnen. Maar we hebben gisteravond ze nog eens een etentje gegeven en doen ze dat nu uit compassie, beleefdheid. Maar ze hebben dan toch allemaal het recept opgeschreven wat we gemaakt hebben. Je wou nog een ander programma aanraden ook? Ja. Het volgende programma is mij trouwens aangeraden door Tine Rijmer, die hier vanavond ook... Die hier straks komt, ja. Ja. Flight of the Conchords, een nieuw HBO-reeks op 8 te zien momenteel, over twee Nieuw-Zeelandse muzikanten, losers eigenlijk, die het willen maken in New York. Ja. En die serie, af en toe komt er een nummer in over het onderwerp waar ze het op dat moment over hebben. Ja. En wat maakt het zo goed? Ja, de dialogen zijn meesterlijk. Die spelen ook fantastisch natuurlijk, maar het is de combinatie van dan die videoclipachtige momenten met die geweldige dialogen. Heerlijk. Nee, Roland, waarom jodelen ze eigenlijk? Donc il faut... Peut-être.